In deze video leren we meer over M-Systems step-top elektrische actuators, met de nadruk op toepassingsvoorbeelden in pulp- en papierfabrieken. Papierproducten zijn overal in ons dagelijks leven te vinden. Van drukpapier voor klanten en andere publicaties, tot industriële papier voor verpakking en golfkarton, en ook weefselpapier en producten voor de gezondheidszorg. De pulp- en papierfabrieken waar deze producten worden vervaardigd, beschikken over diverse papiermachines en controlesystemen die 24 uur per dag werken. Bij de constructie van deze regelsystemen zijn betrouwbare regelkleppen van essentieel belang. En de step-top elektrische actuators van M-Systems spelen een belangrijke rol in de werking van die ventielen. Step-top actuators kunnen worden gebruikt om verschillende soorten regelkleppen aan te drijven. M-Systems line-up omvat MSP-series en PSN-series lineaire actuators en MRP-series en PRP-series roterende actuators. Vele regelkleppen met de step-top elektrische actuators zijn in gebruik genomen in fabrieken over de hele wereld. Laten we eerst de PRP-serie met de roterende beweging eens nader bekijken om te zien hoe deze actuators zo'n hoog koppel en hoge resolutie bieden. De PRP wordt aangedreven door een stappenmotor, waardoor een hoog koppel en een hoge resolutie van meer dan 1 op 1000 mogelijk is. Ondertussen zorgt de microcomputerbesturing voor een uitstekende reactievermogen zonder overshoot. Drievoudige reductietandwielen en wormwielen met minimale speling brengen dat hoogkoppel met een hoge nauwkeurigheid over. De robuuste constructie biedt ook een hoge trillingsbestendigheid en duurzaamheid. De PRP2 maakt ook gebruik van planetaire tandwielen in zijn reductiemechanisme, waardoor een maximum koppel van 600 Nm mogelijk is, ondanks het compacte formaat. De regelkleppen met step-top elektrische actuators hebben geen van de instrumenten luchtsystemen nodig die typisch vereist zijn voor pneumatische regelkleppen, zoals compressoren, drogers en filters, of andere hulpapparatuur zoals luchtverdeelleidingen en IP-omzetters. De bediening is onmiddellijk mogelijk door gewoon een voeding aan te sluiten en een stroom van 4 tot 20 mA toe te voeren. De kosten van de apparatuur met inbegrip van de regelklep zelf bedragen bij gevolg 1/5 van die van het pneumatische type en het energieverbruik van 1 tinde. Bovendien vereist het elektrische type geen gecompliceerde onderhoudswerkzaamheden zoals het pneumatische type. Laten we nu eens kijken naar enkele van de belangrijkste toepassingen van step-top actuators in pulp- en papierfabrieken. Het eerste voorbeeld is een pulpfabriek. Het tweede is een golfkartonfabriek, van voorbereiding tot papierfabrikage. Het derde voorbeeld is een voorraadklep in een papierfabriek. Het vierde voorbeeld is een dwarse regeling in een papierfabriek. En tenslotte zullen we kijken naar de toepassing in nutsvoorzieningen. Laten we beginnen met de pulpfabriek. Hier zien we hoe een step-top actuator wordt gebruikt bij de productie van kraftpulp, of KP, een typisch chemische pulp. Het kraftpulpproces omvat spanenbehandeling, koken en wassen, bleken en zeven. Deze processen zijn nodig om pulp te maken met de vereiste sterkte en witheid. Deze afbeelding toont een step-top apparaat dat wordt gebruikt bij het bleekproces.
De leidingen worden gebruikt om chloordioxideoplossingen of andere bleekvloeistoffen te verplaatsen. Dus het wordt FRP-hars, dat een hoge chemische weerstand heeft, gebruikt voor de leidingen. Voor de regelklep wordt een kogelklep met V-poort gebruikt, die ook van een chemicalenbestendige legering is gemaakt. Deze kritische productielijn maakt gebruik van een PRP-serie step-top actuator om een nauwkeurige regeling van de V-poort kogelkraan mogelijk te maken. Dit model wordt om verschillende redenen gebruikt. Ten eerste is het een compact pakket met drievoudige reductietandwielen en wormwieloverbrengingen. Ten tweede wordt de stappenmotor als aandrijving gebruikt, die een goede regelbaarheid biedt om de productiekwaliteit te helpen stabiliseren. Laten we nu eens kijken naar de golfkartonfabriek. Golfkartonfabrieken kunnen worden onderverdeeld in containerboordfabrieken en golfkartonproductiebedrijven. Containerboordfabrieken zijn fabrieken waar dik sterk karton, bekend als golfkarton, wordt gemaakt. Dit karton wordt gebruikt voor de boven- en onderbekleding, de golven binnenin van vezelplaat en andere toepassingen. In een fabriek waar golfkarton wordt geproduceerd, worden de binnen- en de buitenzijde verwerkt tot vellen, golfkarton voordat er golfdozen en andere producten van worden gemaakt. Containerkartonfabrieken voeren een geïntegreerde productie uit, van pulp tot golfkarton. Hier zien we de apparatuur die in deze fabriek wordt gebruikt. Te beginnen met pulper, die wordt gebruikt om pulp op te lossen. Op deze foto zien we de step-top actuator die in de pulper wordt gebruikt. Verdunningswater wordt gebruikt om de pulp op te lossen. Een V-poort kogelkraan wordt gebruikt als regelklep. En omdat een grote hoeveelheid gedoseerd verdunningswater in één keer naar de pulper wordt gestuurd, ontstaat er een trilling in de leiding. De PRP2 step-top actuator wordt gebruikt om een nauwkeurige regeling van de V-poort kogelkraan mogelijk te maken. Er zijn verschillende redenen waarom dit model wordt gebruikt. Ten eerste maken de planetaire tandwielen in het reductiemechanisme een hoog koppel mogelijk, ondanks de compacte bouwvorm. Ten tweede biedt dit model een hoge trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Ten derde is de coating van de besturingskaart zeer goed bestand tegen corrosieve gassen. Vervolgens zien we de step-top apparaten die worden gebruikt in de papierproductieprocessen. Step-top actuators worden gebruikt in de concentratieregelkring voor het verdunnen van pulp en in de leiding voor het regelen van het niveau van de verdunningswatertank. Als regelklep wordt een V-poort kogelkraan gebruikt, die ideaal is voor het regelen van de pulp en verdunningswater. Er wordt een PRP-serie step-top actuator gebruikt om een nauwkeurige regeling van de V-poort kogelkraan mogelijk te maken. Er zijn verschillende redenen waarom dit model wordt gebruikt. De eerste is omdat de meeste regelkleppen van de fabriek al zijn omgebouwd naar een elektrisch type om energie te besparen. De tweede reden is de hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de PRP-series, wanneer deze wordt gebruikt om de roterende klep aan te drijven. In het volgende voorbeeld hebben we een voorraadklep in een papierfabriek. Voorraadkleppen zijn standaardkleppen voor het bepalen van het basisgewicht van papier dat door papiermachines wordt geproduceerd. In het voorafgaande proces van voorraadvoorbereiding worden verschillende pulpmaterialen samengevoegd alvorens naar het papierproductieproces te worden gezonden. De klep die wordt gebruikt om de hoeveelheid ingevoerde voorraadpulp die de basis van de productie vormt nauwkeurig te regelen, wordt een voorraadklep genoemd. Een resolutie van 1 op 1000 of 0,1% is over het algemeen vereist
voor de werking met een voorraadklep. Maar dit nauwkeurigheidsniveau is moeilijk met pneumatische actuators, doordat elektrische actuatoren standaard zijn geworden. Op deze foto zien we de step-top actuator die in de voorraadklep wordt gebruikt. In de pijp zit een pulpvloeistof van 3 tot 3,5% die naar de papiermachine wordt gestuurd. De V-port kogelkraan die als regelklep wordt gebruikt, heeft gepolijste binnenwanden en pijpwanden. Door hier een PRP-serie step-top actuator te gebruiken, kan effectief gebruik worden gemaakt van de 1000ste resolutie om een hoge productiekwaliteit te handhaven. Er zijn verschillende redenen om dit model te gebruiken. Ten eerste voldoet het aan de 1 op 1000 resolutie eis. Ten tweede is de behuizing compact en licht. Ten slotte zijn de kosten lager en is de levertermijn korter dan bij de soortgelijke conventionele producten. In de papierfabrieken worden step-top actuators ook gebruikt voor dwarse besturing van papierproductiemachines. Dit voorbeeld toont hoe een step-top actuator de dwarsrichting van pulp in een papiermachine regelt, een essentieel kwaliteitscontrole element. In kruiselingsgestuurde machines worden tientallen tot 100 of meer verdeelpijpen kruiselings over de kop van de papiermachines geplaatst, waarbij elke pijp pulp vervoert met een zorgvuldig gecontroleerde dichtheid. Deze inrichting staat bekend als een mengplaat. De leiding voor de injectie van verdunningswater zijn via de mengplaat verbonden met de pulpkop. Het debiet van deze injectielijnen wordt geregeld door verdunningswaterskleppen en actuators. Hier zien we de compacte MRP-serie roterende step-top actuators die gebruikt worden met de verdunningswaterkleppen. Dit model wordt om verschillende redenen gebruikt. De eerste reden is dat het voldoet aan de hoge 1000ste resolutie-eis. De tweede reden is dat het compacte pakket het mogelijk maakt de toestellen dicht bij elkaar in krappe intervallen te installeren. De derde reden is dat dit model ook compatibel is met CC-Link en andere open netwerkcommunicatieprotocollen, waardoor de bedrading zelfs bij een groot aantal regelkleppen beperkt kan worden. De vierde reden is de hoge betrouwbaarheid van de Made in Japan apparaten. Het laatste voorbeeld omvat diverse toepassingsvoorbeelden van nutsvoorzieningen. Deze nutsvoorzieningen van pulp- en papierfabrieken omvatten waterbehandeling, afvalwaterbehandeling, boilers, stroomopwekking en afgasregeling. Step-top actuators kunnen op verschillende manieren in deze installatie worden gebruikt. Dit is het einde van onze blik op enkele typische toepassingen van step-top actuators in de pulp- en papierfabrieken. M-System heeft in onderling overleg samenwerkingscatalogie uitgegeven met verschillende fabrikanten van kleppen. Het tijdperk van elektrische regelkleppen is eindelijk aangebroken en de step-top elektrische actuators van M-System worden aanbevolen voor alle klanten van pulp- en papierfabrieken die de uitrustingskosten willen verlagen en energie willen besparen. Dank u wel.